Hallo dames en heren, zoals beloofd een video-uitleg met betrekking tot hoofdstuk 3. Zoals jullie weten, we zijn klaar met het proefwerken, daar hebben we niks meer mee te maken. Maar we hebben dus nog wel een schoolexamen. De schoolexamen zal gaan over hoofdstuk 1 en 2, dit heb je al gehad. En hoofdstuk 3 als laatste. We hebben niet super veel weken, drie ongeveer, misschien vier. Maar het is ook wel goed om te weten dat hoofdstuk 3 niet echt lang is, drie paragrafen. En het is ook niet super ingewikkeld, moet ik je zeggen. Hoe we dit dus gaan doen is even als volgt. Je krijgt van mij namelijk nu een presentatie van paragraaf 3.1. Daarbij leg ik even de belangrijkste zaken uit. Ik ga ook met jullie kijken, als tweede deel, naar het boek. Dus waar staat alles? Waar vind je alles? Et cetera. En als laatste kijk ik ook even mee met jullie naar de opdrachten. Dan neem ik even door van wat je nou precies te doen staat per opdracht. Dan is dat ook gelijk duidelijk. En voor donderdag zorg je ervoor dat je de opdrachten af hebt. Het zijn er niet veel deze keer. Ik heb het beperkt proberen te houden. Ook om jullie wat tijd te geven. Maar het is ook niet nodig met dit hoofdstuk. Want het is niet echt bepaald moeilijk, moet ik zeggen. Dat vind ik. We zien het wel. Maar dat een beetje. Donderdag zal er een vragenronde zijn. Het is niet verplicht. Maar mocht je vragen hebben, dan ben je van harte welkom. En er zal ook een nakijkvel staan voor 3.1, de opdrachten. En we gaan dus elke week een paragraaf doen. Dus in principe dinsdag uitleg, donderdag mogelijke vraagronde, plus nachchecken. En dan zijn we eigenlijk binnen no time klaar. Oké, okay. dan gaan we van start. Hoofdstuk 3, kijk eens even. Nu zien jullie ook alles. Uh, hoofdstuk 3 gaat over klimaatverandering in perspectief. Je ziet een aantal mensen heel gezellig schaatsen en lekker dicht bij elkaar staan. Dat gaat er niet worden. Ik weet ook niet wat die gozer met dat hoedje letterlijk op de ijsbaan aan het doen is. Maar het zal wel. Misschien is die ding aan het nachecken. Um, hoofdstuk 3. Dat is uh, welke gevolgen kan de klimaatverandering in de 21ste eeuw hebben voor natuur en mens? Dus dit is echt een beetje een gevolgen hoofdstuk. Maar ook een belangrijk deel is dat in hoofdstuk 1 en 2 hebben we heel erg naar natuur gekeken. En nu gaan we ook naar de mens kijken. Dus wat doet de mens... ...om klimaatverandering te veroorzaken. En dat zie je ook in de deelvragen. We beginnen eerst met een herhaling van de natuurlijke factoren. Dit uh, zijn zaken die je in principe al kennen. Daarna, welke invloed heeft de mens op klimaatverandering? Dat is nieuw, maar het is ook niet zo... Uh, je, je, zeg maar, ...het is niet denderend waarbij je denkt van... ...wauw, dat wist ik nooit. En uh, welke onzekerheden zijn over de oorzaak en gevolgen... ...van het versterkt broeikaseffect? broeikaseffect is er. De mens versterkt hem door CO2-uitstoot... En we gaan dus kijken van wat zijn de oorzaken ervan en welke twijfels zijn er over de gevolgen. Want niemand weet zeker wat klimaatverandering gaat doen. De goede oude sceptici zijn altijd aanwezig en ook terecht, want niks is zeker. Gaan we beginnen. 3.1. De geschiedenis herhaalt zich. Uh, ophef over klimaatverandering. Klimaatverandering is uh, iets waar mensen heel graag over praten. Uh, soms uh, iets te overdreven, maar soms ook iets te laks. Denk maar aan Donald Trumpje, die alles helemaal best vindt. Um, zoals we weten, klimaatverandering is er eigenlijk al tijden. En dit was dus ook voornamelijk vanwege natuurlijke redenen. Dit zijn degenen die wij besproken hebben als eerste... De ligging van de continenten. De continenten zijn constant in beweging. Liggen ze in de buurt van de Evenaar, dan is het redelijk warm. Liggen ze ver van de Evenaar af, dan wordt het kouder en kunnen er dus zelfs ijskappen ontstaan. Dit was dus hoofdstuk 2. Ook hoofdstuk 2 is de Milankovitch-variabele. De relatie tussen de aarde en de zon. Op momenten staat de aarde wat verder weg, dan wordt het wat kouder. Op momenten staat de aarde wat schever, dan valt de zon op een uh, mogelijk wat lastige manier op de aarde. En dan denk je bij jezelf, oei, het wordt misschien wel wat kouder of het wordt wat warmer. En soms gaat de aarde een beetje voor uh, een wiebelen. En dan uh, is de zon in val ook niet helemaal in orde. Maar Milankovic: relatie tussen aarde en zon, hoofdstuk 2. Laatste invloed van de zon, ook hoofdstuk 2. Soms heb je zonnevlekken. Zonnevlekken zijn uh, redelijk, uh, dat betekent dat de activiteit van de zon heel sterk is. En als je zo'n mooie geelachtige vlek ziet en dat schijnt op je, dat is wat warmer dan het normaal hoort te zijn. De wat donkere zon, dus ook als je de wat donkere vlekken mogelijk ziet, dat betekent dat het wat kouder is. Dus een wat donkerdere zon is kouder en een, wat, een zon met wat weer vlekken. Wat meer lichtere vlekken is warmer. Dus, uh, dit zijn natuurlijke oorzaken van klimaatverandering in het verre verleden. Dit kennen we in principe al. Maar, spannend. Uh, klimaatverandering gaat de laatste tijd wat harder. En uh, een van de redenen zou de mens kunnen zijn. En dat zie je in principe hier ook. Vanaf het jaar 1978 zie je een uh, flinke stijging. Tussen 1950 en 1980 ongeveer blijft het wel redelijk stabiel. De voor was het wat kouder. Ik denk dat de reden daarachter misschien ook komt omdat tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog activiteit niet echt bepaald denderend was. Voornamelijk herstellen van de economie. Dat denk ik. Ik weet niet of het goed is, dat is maar een gok. Maar waar wij het voornamelijk over gaan hebben is waarom is er vanaf 1978 zo'n flinke stijging? En wat het boek zegt, is niet alleen de natuur. Want je ziet natuurlijk ook uitbarsting, Pinatubo en de El Nino zorgt voor een uh, flinke zomerdagje, jaartje. Maar het is dus blijkbaar ook de mens. En hoe dat dus precies werkt, gaan we zo bekijken. Maar we beginnen eerst met natuurlijke factoren. Natuurlijke factoren kun je namelijk verdelen in intern en extern. We beginnen eerst met extern. Externe variabelen, dit zijn factoren die het klimaatsysteem van buitenaf beïnvloeden. Het klimaatsysteem heeft altijd vaste patronen op aarde. Dus uh, denk maar bijvoorbeeld aan de seizoenswisselingen. Die zijn vast, die kan je sowieso verwachten. Maar soms heb je gebeurtenissen van buitenaf die effect hebben op onze klimaat. Dit zijn gebeurtenissen die niet vaak voorkomen. Die kunnen ook redelijk willekeurig zijn. Maar ze hebben dus wel een groot effect op ons klimaat. Maar. Ze zijn er geen vast onderdeel van, vandaar van buitenaf beïnvloed. De allereerste vulkaanuitbarstingen. Zoals je weet, vulkaanuitbarstingen die projecteren een, een lading van stof. Dit uh, zorgt ervoor dat zonlicht tegen wordt gehouden, gereflecteerd, en het zorgt voor verkoeling. Vulkaanuitbarstingen zijn niet een vast onderdeel van ons prachtige klimaatsysteem. Ze vinden plaats op willekeurige momenten en als dat stof er eenmaal is, dan kan het het klimaat beïnvloeden. Vandaar dat het een externe variabele is. Het is geen vast onderdeel. Het barst ooit eens een keer uit. En dan is er een lading van stoffen. Dat verdwijnt ook langzaam maar zeker. Maar dit zorgt dus voor klimaatverandering. Zie hier. Dat is een uitbarsting. Ik kan je wel voorstellen dat het klimaat dan gaat veranderen. Maar extern, dus buitenaf het klimaatsysteem. Een externe invloed. Het is geen vast onderdeel daarvan. Misschien wel een van de mooiste voorbeelden van het woord extern. Is zonneactiviteit. Uh, de zon heeft natuurlijk een invloed op ons klimaat, maar je moet ook wel beseffen: het is geen onderdeel van de aarde. Het is geen onderdeel van de atmosfeer, geen onderdeel van de hydrosfeer, lithosfeer, helemaal niks. Het is echt een, uh, een, een, een variabel van buiten. Dus stel je voor: de zon heeft ineens heel wat uh, meer zonnevlekken. Dus even kijken: bijvoorbeeld zelfs in 1980. Dan, worden, dan wordt het wat warmer, dan, want het vertoont dan heel veel activiteit. Wij voelen die warmte dan ook als een soort van extern invloed op ons klimaat. Van, oké, okay, het klimaat verandert, het is warmer door de zon. En in bijvoorbeeld augustus 1986 zie je dat er, veel wat, dat, dat er minder activiteit is, dan is het natuurlijk wat kouder. Dus de zon is misschien wel het mooiste voorbeeld van een extern invloed. Het vindt niet echt plaats op aarde, het is ook niet op vaste momenten eerlijk gezegd, want... Uh, je ziet hier wel een patroon in. Stijging, daling, stijging, daling, stijging, daling. Maar het verschilt qua kracht constant. En het kan ook best zijn dat er een paar jaar geen uh, versterkt zonactiviteit is, zeg maar. Maar dit zijn dus twee voorbeelden van externe variabelen. Dus vulkaanuitbarstingen, stof beïnvloedt heel de atmosfeer. zonactiviteit, de zon, de meest externste factor die we kennen voor het klimaat, die... Uh, Krijgen we misschien wat meer activiteit of minder. Het tegenovergestelde ervan, intern, dat is een factor binnen het klimaatsysteem. En een heel mooi voorbeeld is een vast patroon op aarde. Dat heeft een groot effect op de hydrosfeer, dus uh, zeestromen, maar ook een groot effect op de atmosfeer, dus uh, wind. Dat is El Niño en er staat even die foutje, La Niña. Die zorgen elke drie tot zeven jaar voor weersverandering op een groot deel van de aarde. Je zou bij jezelf denken, ja, maar die wordt veroorzaakt door zonneactiviteit? Dat is zeker waar, maar die zonneactiviteit die zorgt voor een iets andere zonsverdeling. Maar uiteindelijk zijn wel de hydrosfeer en de atmosfeer degenen die ervoor zorgen dat de klimaatverandering ook echt plaatsvindt. Dus het is een onderdeel van het systeem. En het is er ook gewend aan, want er zit een heel duidelijk patroon van drie tot zeven jaar in. Dus het is een constante terugkomst van die El Niño en die La Niña. Dit zijn dus interne factoren. Extern is het dus alles van buitenaf, dat op zeer diverse momenten voorkomt. En intern is alles van binnen het klimaatsysteem. Dus hier zie je duidelijk hydrosfeer, atmosfeer. Die op constante momenten voor veranderingen zorgen. Hier zie je ze. El Nino. Dan zie je dat het constant heel duidelijk aan het terugkomen is weggaan in de loop van de jaren. Je ziet vulkanen. Dat zorgt voor een temperatuursdaling. En het, de momenten zijn duidelijk heel verschillend. Je ziet ook dat het uh, de Mount Pinatubo voor een uh, flinke dipje heeft veroorzaakt. En de zonneactiviteit ook een heel willekeurig patroon. Nu is het een beetje aan het, je ziet dat het aan de stijgen is in 1930, dan een lichte daling en dan een soort van stijging. We weten nooit welke kant het op kan gaan. Dat kan ervoor zorgen dat het ineens gaat dalen. Het kan ineens zorgen dat het gaat stijgen. Willekeurig. Behalve dit, de natuurlijke factoren, heb je dus ook menselijke factoren. Um, wat de natuur heeft, is het heeft een broeikaseffect. Een broeikaseffect uit in principe in. Je ziet hier helemaal op de afbeelding de zonnestralen. Die komen op aarde. De aarde wordt verwarmd. Dat warmte wordt afgegeven. Je ziet dat het weer naar boven aan het stijgen is. Normaal is het zo dat het warmte gewoon weggaat. Het verdwijnt van de aarde. En alles wordt weer koel. Maar die broeikasgassen. En je ziet ze, links CO2, daarna H2O en dan CH4, die houden het warmte vast. En dat zie je met zo'n mooi soort van dekentje over de aarde heen, dat witachtige zooi. En dat zorgt er dus voor dat de aarde niet, dat de, de aarde, wauw, dat de warmte niet ontsnapt van de aarde, maar dat het daar blijft. Dat is het broeikaseffect. Dus zeg maar net als een, een kas, daar komt zonlicht binnen, het wordt daar heel warm, maar de warmte ontsnapt nooit. Dat is dus ook hoe de broeikas werkt. En die gassen, moet je even weten voor jezelf: CO2, koolstofdioxide, bekendste. Uh, CH4 is methaan. N2, NO2, stikstofdioxide. Dit zijn dus de broeikasgassen. En die zorgen ervoor dat de aarde 31 graden warmer is dan het zou zijn zonder deze gassen. Dus stel je voor, het is nu. Ja, het voelt als 20 graden, maar ik denk dat het 14 graden is. Als het er niet was, dan moet je gewoon 31 graden ervan afhalen. En dan denk je bij jezelf: oeh, dat is uh, flink wat kouder. Ja, ik ben blij dat de broeikassen er zeg maar is. Maar er gebeurt iets. Deze gassen worden namelijk in hoeveelheid meer. En dit komt dus door mensen. En naarmate wij ook steeds meer aan landbouw en industrie doen. En dat zie je ook hier heel mooi. Je ziet namelijk. Koolstofdioxide, methaan en stikstof, de prachtige lijntjes, en je ziet dat dat vanaf een bepaald jaar hard aan het stijgen is. En dat heeft. En heel veel mensen zeggen dit komt door de mens. En dit noemen wij dus het versterkte broeikaseffect. Wat dat dus inhoudt, is normaal heb je dus al die broeikasgassen, maar dankzij industrie en landbouw pompt de mens nog steeds meer van deze gassen in de atmosfeer. Wat gebeurt er nou? Als de zon schijnt op de aarde, het, de aarde laat weer warmte af. Dan bewaart het een gedeelte van dat warmte. Dus een gedeelte van dat warmte zit in die broeikasgassen. Maar een deel weet ook te ontsnappen. Want je hebt een mooie balans tussen broeikasgassen en hoeveel ze moeten vasthouden. En ook warmte dat gewoon even op kan donderen van de aarde. Als wij steeds meer van die broeikasgassen in de atmosfeer pompen, dat betekent dat er ook meer wordt vastgehouden. En als er meer, als meer warmte wordt vastgehouden. Dat betekent dat het ook warmer gaat worden. Dus versterkt betekent meer broeikasgassen in de atmosfeer. En dat komt dus door de mens. Maar hoe? Hoe komt dit nou door de mens, dames en heren? Uh, om te beginnen, het uh, zou je vast wel zijn opgevallen, maar de mens groeit uh, reet hard. Uh, dat bedoel ik qua aantallen. En vanaf uh, 1800 is er een snelle bevolkingsgroei gaande, met name vanwege betere gezondheidszorg. Maar. Om uh, dit ook mogelijk vast te houden, hebben mensen ook voedsel nodig. En als je voedsel maakt, moet je niet vergeten: dan gebeuren er gebeuren namelijk een aantal dingen. Ten eerste, je hebt akkers nodig. Dat betekent dat een hoop bomen moet, gekapt moeten worden. En als er minder bomen zijn, betekent minder CO2 opname. Als je die bomen hebt gekapt, dan heb je een prachtig akkertje. Dan denk je bij jezelf, nice. Maar er moet ook wat groeien. Wat ga je doen? Kunstmest. En in kunstmest zit toevallig behoorlijk wat methaan. Methaan is een broeikasgas. En naarmate er steeds meer akkers bij komen, komt er ook steeds meer methaan in de atmosfeer. Uh, koeien, als ze hun behoefte doen, namelijk poepen, dan houdt het ook in principe in dat er ook behoorlijk wat methaan in hun stront zit. En dat komt ook langzaam maar zeker in de atmosfeer. En des te meer koeien, voornamelijk op één plek, des te meer methaan in de lucht. Dus meer mensen, meer voedsel. Minder bomen vanwege behoefte aan akkers, meer, ke, meer, meer kunstmest, meer veeteelt, meer methaan. De tweede, dat hier wordt heel mooi gezegd, uh, wordt veroorzaakt door demografische factoren en economische ontwikkelingen. Demografisch is dus met de mens en economische ontwikkeling is dus economisch logisch. Uh, mensen zijn steeds meer gebruik gaan maken van machines en daarvoor hebben we brandstof nodig. Fossiele brandstoffen zijn heel hip. Denk maar aan steenkool, aardgas, etc. Als we die verbranden, dan komt er CO2 uit. En CO2 is een broeikasgas. Dus wij gebruiken machines, maar wij gebruiken zo ook. Wij pompen zo steeds meer CO2 in de lucht. Zelfs als jij nu je telefoon aan het opladen bent, wat ik nu ook toevallig aan het doen ben, is. Uh, we, we creëren zo meer CO2 in de lucht. Dat is eigenlijk uh, best wel erg. Maar ja, en als laatste energiegebruik in steden. Steden zijn in het algemeen wat actiever qua energieverbruik dan bijvoorbeeld het platteland. Kijk maar naar het plaatje rechts van Times Square. Het uh, besef is bij mij nu ook geland dat al die prachtige elektronische borden ook een teringlading aan elektriciteit verspillen en naarmate er steeds meer elektriciteit verbruikt wordt, meer CO2. Dus dit is een beetje de rol van de mens en hoe wij, ja, aan het uh, de, de, de broeikas aan het versterken zijn. Wat ik ook tof vind. En dit is iets wat wel in het boek staat. Maar ik ga er wel wat meer over vertellen. Omdat ik het best wel interessant vind. Nou, het is een soort van interessant. Maar volgt gewoon. Namelijk uh, stad versus platteland. Het is geen gevecht. Maar het is meer van wat zijn nou de verschillen ertussen. Uh, om te beginnen. Steden kunnen behoorlijk wat warmer zijn. dan het platteland. En er zitten dus een aantal redenen achter. Waarom stel je voor je bent uh, in de zomer. Dan denk je van, nou, ik ga eens even lekker naar Leiden toe, om een of andere reden. En uh, je bevindt je vervolgens in een plattelandgebied en denk je van, ah, zo heerlijk. En dan kom je ineens in Leiden terecht en denk je van, jezus, wat is het te warm in dit pleuris De reden daarachter heeft te maken met het feit dat steden in het algemeen gewoon flink wat warmer zijn vanwege het volgende. Namelijk, de verstening, dat is dus dat steden in het algemeen gewoon uit heel wat beton en metaal bestaan, dat zorgt ervoor dat de temperatuur meer is. Waarom? Om te beginnen. Stel je voor het regent op het platteland, dan blijven al die heerlijke waterdruppeltjes gewoon overal achter en dan gaat het langzaam maar zeker verdampen. Maar dan denk je wel bij jezelf van, hey, het is misschien wel vochtig, maar het is wel lekker koel. Cool. In een stad heb je dat niet echt. Waarom? Omdat eigenlijk alles gelijk uh, wordt afgevoerd door riool en het kan niet meer verdampen. Dus de stad zal nooit een verkoelend effect van regenwater meemaken. tijdens een verdampingsproces. Dus dat zit er gewoon niet in. Dat, uh, die verkoeling is volledig niet aanwezig. omdat het gelijk door een riool gaat. Als tweede. hier komt het. Uh, zoals we weten, we hebben het altijd al een keer gehad van. wat wordt nou sneller warmer? Steen of water? Water wordt heel traag warm, terwijl gesteente heel snel warm wordt. Dus ook een beetje wat hierboven eigenlijk staat... als er overal water te vinden is... dan kan het redelijk verkoelend werken... omdat water meestal een lagere temperatuur heeft dan steen. Maar steen uh, warmt best wel snel op. En als jij dus door een stad heen loopt... dat steen, als het voor een hele lange tijd uh, door de zon wordt beïnvloed... kan best warm zijn. En omdat er weinig water is... dat wordt heel snel afgevoerd... heb je niet echt bepaald verkoeling. Het mooiste is... Uh, de albedo komt weer terug. Albedo, albedo. Een van de twee. Maakt niet uit hoe je het zegt. Uh, in een stad is flink wat lager dan op het platteland. Je moet niet vergeten, een stad dat is niet echt bepaald wit. Het is meer een soort van grijs-zwart achtig. En zoals we weten, dat reflecteert niet zo goed. Wat gebeurt er nou? Het wordt allemaal geabsorbeerd. En daardoor wordt het dus ook warmer. Want het wordt, niks wordt teruggekaatst. En wat krijg je dan? Je krijgt dus een plek dat niet alleen weinig. Koel water heeft, omdat het gelijk wordt afgevoerd. Het, st het steen, het beton, dat wordt ook heel snel warm. En niks wordt gereflecteerd. De stad is gewoon grijs. En dan krijg je iets. En dit staat dus niet in je boek, maar ik vind het altijd een heel leuk term: een urban heat island profile. Wat je dus ziet, en dit is uh, Amerikaans voorbeeld, maar je zou het in principe ook in Nederland kunnen toepassen. Je ziet namelijk dat in uh, rurale gebieden, dus plattelandgebieden, best wel cool zijn. Maar naarmate je steeds meer naar uh, bebouwing gaat, dus ook uh, steden, maar denk maar ook aan suburbs, dan zie je dus een stijging van temperatuur. Dat heeft dus met de voorgaande drie aspecten te maken. Want. Een plattelandsgebied is groen. Het, het, je kan voldoende waterverdamping daar vinden. Het heeft een aardige reflectie. Omdat ja, groen blijft toch nog een stuk beter reflecteerbaar dan zwart en grijs. En een stad heeft dat juist niet. Dus je krijgt een soort van hitte eiland. Dat uh, wordt gecreëerd door steden. En naarmate er steeds meer steden zijn, wordt het dus ook steeds warmer, warmer en warmer. Je zult het ook in Nederland wel enigszins opmerken. Bij Randstad kan het, kan het gevoelstemperatuur gewoon echt flink hoog zijn. Puur vanwege de bebouwing. Maar als je iets verder gaat, dan merk je toch wel redelijke verkoeling op. Dit is uh, waarom steden voor warmte kunnen zorgen. En da's de meer steden er komen op onze prachtige planeet... Des te warmer bepaalde plaatsen zullen zijn. Vooral miljoenen steden, die. Uh, zijn warm. En dit zal ook nog wel even doorgaan. Omdat behalve de groei van steden, et cetera. zullen brandstoffen. Dus methaan, CO2. Nou, niet CO2. Man, 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 we denken nou? aardgas, steenkool, etc. Die zullen voorlopig nog wel even belangrijk zijn in het energieverbruik. We gaan niet gelijk over naar duurzaam. Want duurzaam energie, om dat te krijgen... moet je eerst het infrastructuur wijzigen. Dus zo'n elektriciteitscentrale moet eerst helemaal om worden gezet... om dat groene stroom te kunnen gebruiken. Dat kost geld. Dat gaat ook niet zo 1, 2, 3. En je ziet dus dat wij tot het jaar 2035... dat is een schatting, tenzij ze wat meer uh, steenkool ergens vinden... Uh, zal dat redelijk populair zijn... En daarna zullen we een daling meemaken. Niet alleen vanwege de energievoorraad, omdat het minder is, maar omdat mensen dan ook wat meer investeringen hebben gedaan. Er zit wel één ding bij, en dat brengt het boek ook heel mooi naar voren. China en India zijn momenteel grootverbruikers. Hun economieën zijn aan het groeien. Je moet wel beseffen, Amerika en uh, Europa die hebben hun groei al gehad. China en India zijn nu bezig. En ook toen Europa en Amerika aan het groeien waren. Heel veel industrie, nu zijn we langzaam maar zeker van dat industrie aan het afkomen. China en India zitten nu dus in die fase. Die zijn dus aan het groeien in verband met industrie, dus flink wat uitstoot. Stel je voor, hun zijn daarmee klaar, dan zal er de volgende gebied, zal dan opvolgen, Afrika. Afrika is nu met name landbouw en ze gaan nu langzaam maar zeker de industriefase in, dus hun economische ontwikkeling. Dus het kan Afrika in de toekomst ook zijn dat die voor de nodige uitstoot gaan zorgen. Want hun lopen gewoon een beetje achter qua ontwikkelingsfase. Want Europa en Amerika zijn ermee klaar. China en India zijn er nu mee bezig. En Afrika komt dan in de toekomst. Van belang is. Um, de, het gebruik van duurzame energiebronnen, dat zal heel erg bepalend zijn voor het klimaat. Maar in hoeverre dat mogelijk is, dat blijft de vraag. Want ja, Afrika wil zich wel ontwikkelen en die investeringen zijn ook allemaal nodig om uh, duurzame energie te gebruiken. Dus gaat dat ook wel lukken? Want je ziet, ja, de, de hoeveelheid uh, olie dat we jaarlijks gebruiken, dat blijft flink. Dat is uiteindelijk ook gewoon een niet duurzaam energiebron. En je ziet dat landen zoals VS, EU, zullen in de loop der tijd langzaam maar zeker dalen. Maar China, de voorspelling is dat ze tot 2040 hiermee gewoon doorgaan. India is ook aan het stijgen. Dat zal blijven doorgaan, want die zijn zich gewoon aan het ontwikkelen. En Afrika komt er ook langzaam maar zeker bij. De vraag, het blijft dus heel onduidelijk wat er mogelijk zal zijn met betrekking tot duurzame energiebronnen. Maar het zal wel heel erg belangrijk zijn als het gaat om. Het versterkt broeikaseffect. Waarom? Wat voor gevolgen neemt dit namelijk met zich mee? Om te beginnen, het kan heel veel verschillende gevolgen hebben. En per gebied is dat zeer verschillend. Dus het, zal, het is redelijk onduidelijk wat nou het wereldwijde effect is. Daarvoor is gewoon heel veel onderzoek nodig en het is gebiedafhankelijk. Dus je kan niet een algemeen plaatje brengen. De ene kan zeggen van, ja, we hebben nu te maken met gigantische overstromingen. Terwijl ze daar ergens in een ander land volledig aan het uitdrogen zijn. Het verschilt heel erg per gebied. En het enige wat we kunnen doen zijn mogelijke scenario's. Dus wat zou er kunnen gebeuren in de toekomst? En daarbij een aantal verschillende paden. Er is geen definitief iets. Het zijn echt alleen maar theorieën. Een conclusie is wel en je ziet ook wel dat dit de nodige variatie in zich heeft, dat de temperatuurstijging minimaal 1 zal zijn tot maximaal 4 graden in de toekomst. Dat weten ze een soort van zeker, maar je ziet zelfs dan, er zit een 3 graden verschil in. Het is niet allemaal zeker. En hier zie je het dus ook, in een prachtige grafiekje uitgebeeld. Je ziet een gele lijn in het midden. Dit zijn de natuurlijke variaties. Dus uh, hoe het normaal zou moeten groeien. Je zou dit eigenlijk een beetje kunnen zien als een soort van basislijn. Daarboven heb je dus, uh, de tussen, nou, aan de randen, heb je dus zo'n blauwe. Kleurtje. Dit zijn de onzekerheden. Dus stel je voor, er vindt ooit eens een keer een vulkaanuitbarsting plaats. En het wordt ineens kouder. Daar wordt dus rekening mee gehouden met dat blauwe. Dus het kan best zijn dat in de natuur er een flinke daling kan plaatsvinden. Die onzekerheid is er. Maar het kan ook best zijn dat er een flinke stijging kan plaatsvinden. En, die, uh, en dat hebben ze dus ook erin verwerkt met behulp van een blauwe, uh, blauwe gedeelte erboven. Dus die blauwe lijn is een soort van. Het kan omhoog, maar het kan ook omlaag, we weten het niet 100% zeker. En het laatste is het groene, dat is dus de uitstoot. Dus het kan zijn dat wij uh, in het jaar 2080 flink wat minder uitstoot hebben. Dus iedereen gaat over naar duurzaam. Maar het kan dus ook best zijn dat uh, dat bovenste, dat er, ja, dat er gewoon een behoorlijk wat, uh, dat bijvoorbeeld Afrika helemaal losgaat in verband met dat industriële ontwikkeling. En dan is het ook, en dan kan het ook best zijn, dat door die industriële ontwikkeling het steeds warmer en warmer gaat worden. Dus er zitten heel veel onzekerheden. Maar je moet dus nagaan: dat gele lijntje is een soort van de basisstreep. Dat blauwe lijn is meer van hoe zou de natuur kunnen reageren. Dat is ook weer een flinke verschil ertussen. En dat groene, uitstoot. Het is, helemaal, het is best onzeker. Dus vandaar dat ze zeggen: minimaal 1, max 4. Maar ja, wie weet, het kan zelfs meer dan die vier zijn. Dus ja. En dit is dus hoofdstuk 3. En het belangrijkste dat je er dus in moet weten is een kort. In het kort, wacht even. Dus de natuurlijke factoren, extern en intern. Maar dus ook dat de mens de nodige veranderingen veroorzaakt. Dus broeikaseffect, hoe het er normaal uitziet, maar wij stoten dus meer gassen uit, waardoor het versterkt wordt. Waarom stoten wij meer gassen uit? Nou, Dat kan je dus hier zien, rol van de mens, bevolkingsgroei, uh, meer economische activiteit, steden. Hier heb je dat prachtige prachtig stedelijk gedoe. En in de toekomst, landen gaan zich ontwikkelen. Momenteel zijn we nog afhankelijk van niet duurzaam energie. Dat kan duurzaam worden, maar we moeten rekening houden met China en India en wat voor gevolgen dit gaat opleveren. Het wordt sowieso warmer, maar hoe warm daar verschillen de meningen nog heel erg over. Dus, dit is mijn presentatie. Het duurde best wel lang, maar als laatste even twee zaakjes: Dit is het boek. En in het boek vind je in principe dezelfde paragraaf 3.1. En wat ze dus hier doen is, dit is het verhaal aan het begin over wat ik zei met uh, de herhaling van hoofdstuk 2, dus Milankovic, continenten, etc. En vanaf hier gaan ze het hebben over de externe variabelen. Dus hier, dit zijn vulkaanuitbarstingen, vanaf dit rondje hier. En dan wat ze dus doen, wat ik niet heb gedaan, is een aantal voorbeelden van vulkaanuitbarstingen. Die zie je hier. Uitbarsting Tambaro. En wat voor effect dat heeft. Hier zie je weer een uitbarsting. Pinatubo. De IJslandse vulkaan met de prachtige naam die ervoor zorgde dat vliegtuigen niet konden vliegen. Het noemt wat voorbeelden op. Dat heb ik dus niet gedaan, maar mocht je dat willen lezen, dan kan het. Zonneactiviteit staat hier. En daarna gaan ze over naar interne variabelen. El Nino, La Niña. Grafiekje waar die drie zaken naar voren komen. Hier worden de broeikasgassen behandeld. Dus welke gassen zijn er? Versterkt broeikaseffect. En daarna gaan ze over naar de rol van de mens. Dus hier wordt er iets verteld over dat er steeds meer mensen zijn en ze meer voedsel nodig hebben. Dat er meer verbranding is van steenkool wegens machines. Kijk maar, stoommachines, stoomboten. En dat steden een hogere CO2-uitstoot hebben in verband met verwarming, ICT, airconditioning, verlichting. Zulke zaakjes. Hier wordt ingegaan over de temperatuur van verstedelijke gebieden, dus die urban heating. En als laatste de toekomst, dus de onzekerheden. En wat dat mogelijk voor ons kan brengen. Dit was hem een beetje. Wat jullie gaan doen zijn een aantal opdrachten. Ik wil er niet uh, te veel van maken, dus ik ga ze even kort met jullie bespreken. Opdracht 3 ga je maken, uh, je ziet hier namelijk een afbeelding. Waar heel mooi uh, de reflectie van onze planeet. inclusief mogelijke broeikasgedoe wordt getoond. En je moet voor jezelf dus de cijfers 1 tot en met 7 noteren. En je zet er dus letters achter, dus de aarde straalt de warmte uit, de zonnestralen komen de atmosfeer binnen. Nou, ik zal even een spoiler geven, maar bijvoorbeeld B, dat komt dan bij 1, want het komt dan de atmosfeer binnen. Dus dat doe je, je legt uit wat het versterkt broeikaseffect is bij B, dus je hebt het normaal broeikaseffect, dat leg je eerst uit. En wat is dan versterkt? En hier bij C, welke gassen veroorzaken dat, dus welke broeikasgassen zijn er? Je maakt 7... Welke energiebronnen uit figuur 3.6 dragen bij aan de versterkte broeikaseffect? Figuur 3.6 is dat. Dit zijn de energiebronnen. En dan leg je uit welke voor, broeikas, uh, voor het versterkt broeikaseffect zorgen. Breken de aandeel ervan? Dat is gewoon aflezen van hoeveel de aandeel in 2015 was. Als dus je kijkt naar 2015 was het aandeel. Wat is de verwachting van 2050? Je noteert... A tot en met D en je zet dus de juiste gebieden erachter. Dan moet je even W7 gebruik van maken. Dus welke van deze gebieden zal uh, in de loop van de jaren een stijging meemaken als het gaat om CO2 uitstoot? Dan ga je bij jezelf kijken van: Nou, Amerika, modern land, misschien dat die gaat dalen. India, ontwikkelingsland, moet zichzelf nog ontwikkelen, dat kan stijgen. Zo denk je er in principe over na. En voor gebied A moet je dus een toelichting geven. Snelle toename in gebied A. Maar ik denk dat je dat wel weet. En allerlaatste opdracht 10. Dus dit is de laatste en derde opdracht die je maakt. Dus 3, 7 en 10. Dit, is een dit zijn een aantal stellingen. Je geeft aan of ze goed of fout zijn en waarom. Dus de natuurlijke en de menselijke oorzaken hebben evenveel invloed op de klimaatverandering. Dan leg je uit. Dit uh, is wat de natuurlijke oorzaken zijn. Dit is wat de menselijke oorzaken zijn. En dat vertel je van, nou, uh, zoveel heeft dat invloed, zoveel heeft dat invloed. En that's it. En dat ga je in principe gewoon allemaal langs. Bijvoorbeeld, dit, de CO2-gehalte in de atmosfeer is sinds 1900 met zo'n 10% gestegen. Je hebt allemaal grafiekjes met betrekking tot CO2. Ga je kijken, That's it. Als je dit voor jezelf hebt, dan uh, zijn we klaar. Wat je doet is, je maakt dus de opdrachten. Donderdag rond 10 uur, denk ik, zal ik, uh, punt, zal ik de opdracht van 3.1 de antwoorden online zetten. En is er ook tijd voor een vragenronde. Ik weet dat dit best wel een lang uitleg was. Dat merk ik nu ook wel op. Maar kijk er gewoon op je, door je eigen temp, met je eigen tempo erdoorheen. En uh, ja, dat. Je hebt het in ieder geval als backup. Bekijk het zo. Heel veel succes en een zeer prettige dag gewenst. Doei doei.